In aanloop naar de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Peter Bogaert van de ChristenUnie. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de waterhuishouding in Altena. Waarom staan we precies hier? Nou, ik vind dit een heel mooi symbool in het land van Heusden en Altena van waar het waterschap nou echt voor staat. Dit is een molen uit 1791 die vroeger in vroege tijden van voor de ruilverkaveling zeg maar, het water een meter opstuwde van de Zuid-Hollandse polder uit naar de boezem. En dan bij de Hellegatse sluis zeg maar, bij laagwater de sluisdeur openzette en alles naar buiten stuwde. Helemaal op natuurlijke energiebronnen. En ja, dat past ook denk ik heel goed bij de kleur die ik vertegenwoordig. Maar waar het waterschap echt in beeld komt van waar staan we voor en wat is de primaire taak van het waterschap. Ja, het waterschap leeft misschien niet zozeer als gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld. Wat doet het waterschap voor iets belangrijks voor de mensen in Altena? Nou, het belangrijke, wij zitten hier in het benedenrivierengebied. En voor Altena is het van belang dat wij het waterniveaubeheersing, dus water aanvoer ten tijde van droogte, water afvoer ten tijde van teveel, regenwater door klimaatverandering of wat voor soort dingen. Ja, dat is echt primair van essentieel belang. Ook dus de waterveiligheid, het risico op overstromingen. We zitten hier voor een deel op NAP, op sommige plekken is het net onder. Ja, op het moment dat je dus een hogere waterstand krijgt, wil je dat natuurlijk toch op een of andere manier zien te beheersen. Ja, het waterschap houdt zich onder andere bezig met de waterkeringen, maar ook de dijken. Hoe belangrijk zijn die voor Altena? Die zijn heel belangrijk. Altena ligt vrij laag, dus de dijken heb je nodig op het moment dat je hoogwater van boven hebt, van de bovenrivieren of vanuit zee. De afvoer zeg maar wat tegenhouden. Dat je in elk geval een goede waterkering hebt. Daarvoor hebben we natuurlijk ook die gemalen. En wat ons punt ook is, is met name de gemalen, dat ze hun capaciteit zeg maar een voldoende mate hebben. Misschien zelfs nog wel beter hebben. Maar dat we ze ook gaan verduurzamen. Hè. We vragen aan de burger heel veel van, u moet verduurzamen privé zeg maar met zonnepanelen of uw woning energiezuiniger maken. En denk van als overheid, we hebben een voorbeeldfunctie. Laat ook eens zelf zien dat we die burger ook serieus nemen op het moment dat ze dat doen. Maar ga het dus ook zelf doen. En laat eens ook zien, we hebben mooie terreinen bij de waterschappen, bij de zuiveringen, bij de gemalen. Laat maar zien dat wij daar ook duurzame investeringen doen met zonnepanelen, met duurzamere pompen. Dan geeft het goede voorbeeld, denk ik.